Hij vocht zijn allerlaatste K1-wedstrijd in Nederland. Een waardig afscheid voor en van al zijn fans. We hebben het natuurlijk over de kickbox-legende Peter Aerts uit Borne. Hier in actie. Ja, Peter, na zo'n hele lange carrière, en hier zijn wat wedstrijden van jou te zien. Ja. Lang niet alle, want je hebt er zoveel gevochten. Ja. Dan heb ik eigenlijk maar één vraag. Hoe is het nu met jouw hoofd? Met mijn hoofd? Ja. Mijn hoofd gaat wel goed. Want jij hebt nogal wat klappen te verduren gehad. Ja, het zal nooit goed zijn natuurlijk. Maar ja, in principe, ik ben super getraind. Ja. En ik weet wat er gebeurt. Snap je, als je nooit gebokst hebt. Dan is het anders. Kijk, het zal nooit goed zijn, maar in principe heb ik nergens last van. Nee, maar jij hebt ook een pijngrens die denk ik wat hoger ligt dan de gemiddelde. Want ja, jij komt hier binnen, jij bent een man in pain, zeg maar. Ja. Je hebt pijn op dit moment. Wat is er gebeurd zondag? Mijn liesbreuk of ik heb een spier afgescheurd. Een van de twee. Of een liesbreuk of de spier is helemaal afgescheurd. Ik heb ook mijn kuitkier helemaal afgescheurd. Ja. Maar ik heb wel doorgevochten gewoon... Altijd maar doorgevochten, ook afgelopen zondag, want je hebt... Eerste ronde gebeurde het, En je hebt gewonnen, gewoon. Ja. Ja. Dat is toch wel een mooie manier om af te... Laatste keer kan ik niet stoppen, natuurlijk. Had je anders er nog een wedstrijd bij aangeknupt? Nee, ik ben klaar. Ik heb vanaf mijn 14 gevochten. Dus 32, 27 jaar met de wereld opgevochten. Ja. Dus constant. Ik heb zoveel gevechten gehad. Het is ongelooflijk dat iemand op zijn 14e begint met vechten. Hè? Want het is bij jou natuurlijk ook wel een beetje met de paplepel ingegoten. Ja. Jouw oom vocht. Ja. Jouw opa vocht. Ja, boksen. Ik wilde boksen, maar dat mocht niet van mijn moeder. Nee. Dus ben ik eerst gaan taekwondo en later gaan kickboksen. Mijn moeder wist toch niet wat kickboksen was. Maar dat was ze uiteindelijk... maar uiteindelijk was ze daar niet zo blij mee. Hè? Er is ook een boek geschreven waarin al jouw verhalen zijn opgeschreven. Ik heb zelfs ergens gelezen dat jij zei dat er wel 6 boeken over jouw leven geschreven hadden kunnen worden. Dat er zoveel verhalen zijn. Maar jouw moeder, die moest dus voor elke wedstrijd een borreltje je neven achterover slaan. Mijn moeder ging nooit voor de wedstrijd. Was ze dronken. Echt? Drink nooit. Jongen in even dronken, een halve liter jongen in even op. Zo zenuwachtig. Echt, hè? Zo lachen. Zelfs een keer voorgekomen dat ze ergens op de tribune zat en iedereen stil was en zij heel hard begon te lachen. Nee, uit zenuwen? Ik heb ooit een partij gehad. Dat was in Amstelveen of zo was dat. En die jongen kwam daar vanaf als een nieuw talent van Nederland. Ja. En de huldigzaal was voor hem. En daar had ik niet zoveel mensen bij. En die man die sloeg ik binnen een minuut 3 keer zwaar neer. Was doodstil en dan had ik mijn moeder. Die wilde heel laat lachen. Dat was wel grappig. Maar hoe blij is je moeder nu dat je toch eindelijk na al die jaren de make-up... Ze wil al 20 jaar dat ik stop. Ja. Dus maar het is nu tijd hoor. Voor haar was het dus ook wel een feestje afgelopen. Ja, ze was heel zenuwachtig nog. Ja. Zondag maar. Want je had al een keertje eerder afscheid genomen, maar dat was in Japan. Ja. Want in Japan, dat is eigenlijk een beetje jouw soort van tweede vaderland. Ja, daar kun je niet normaal Japan, op straat. Japan is voor mij topland is dat. Ja, maar want daar kijken 40 miljoen mensen kijken zo naar al die grote toen finales. Toen ik vocht in de zaal alleen, dat er 70, 80.000 mensen in de zaal. Ik kreeg 40 minuten op televisie. Elke dag op televisie was ik daar. Maar wat gebeurt er als jij in Japan over straat loopt dan? Nu is het wel iets rustiger, maar vroeger was het gekhuis. Dan kwamen ze stonden achter je aan. Honderden mensen zonder. Als ik op straat liep honderden mensen achter me gewoon. Ja. Hoe vond je dat? Ja, apart, want in Nederland kende niemand mij. Nee. Ik was wereldberoemd op heel de wereld, behalve Nederland. Sinds de laatste jaren niet meer, hoor. Ja. De laatste jaren is wel bekender geworden. Ja. Maar toen ik die eindtweek gewonnen had, niemand die me kende hier. En toen heb je in Japan al afscheid genomen. En nu ben je afgelopen weekend in Almere afscheid genomen. Ja. Daar kwamen ook echt alle bobo's, mogen we wel zeggen, uit de kickboxwereld. Kwamen daar warme woorden aan jouw adres geven. Ook de burgemeester van Almere was er. Heeft u van de burgemeester in Borne al een bloemetje gehad? Of, dat niet. Nee. Want je kunt hier natuurlijk nog heel anoniem en rustig over straat. Ja, hier is wel. Ze kennen me wel, hoor. Maar het is wel een stuk rustiger als in het westen. Dus ben ik wel bekender in principe. Is dat voor jou ook een reden dat je hier lekker in Overijssel wel gewoon een beetje zo gewoon je gang kunt gaan? Nee, mij maakt het niet zoveel uit. Ik heb het overal naar mijn zin. Maar ik heb het wel naar mijn zin hier. Het is wel lekker ontspannen hier in Overijssel. Ja. Dus ik wil hier wonen of in Japan zou ik willen wonen. Ja. Een van de twee. En als ze nou in Japan toch nog één keertje weer
een gigantische zak met geld neerzetten en jou vragen om toch nog weer te gaan? Daar zal ik over nadenken, maar ik denk het niet, toch? Nee. Ik heb zoveel. Ja. Ik heb wat schade ook natuurlijk, mijn handen, mijn knieën. Ja. Ik heb mijn hand 2-3 keer gebroken gehad. Heb ik gewoon doorgevochten constant. Maar niks laten doen. Voel je dat dan ook werkelijk niet? Want dat vind ik heel fascinerend. Als je pijn die hand voelt, van mij is verbrijzeld gewoon van binnen. Maar die pijnscheuten, zijn die uitgeschakeld? Wedstrijd wel. In de wedstrijd is het tussen je oren. Is het mentaal? Ja, ja. Het is tussen je oren. Het is adrenaline. Pijn is een gevoel en dan kan je uitschakelen. Pijn kan je uitschakelen. Ja. Je hebt ook, jouw neus is ook niet helemaal de fysici. Je hebt enorm zijn best gedaan om daar nog een beetje bij te staan. Nee, maar ik heb zoveel jaren gevochten, zoveel partijen gevochten. Ja. Dus op een gegeven moment kreeg je wel een beetje schade van die iets. Wat ga je missen? Adrenaline. Ja, die kick. Kick. Het is toch altijd, ik weet wat er gebeurt, maar het is toch altijd een risicootje als je erin gaat. En wat ga je dan nu doen, dat je die adrenaline toch zo nu... Ik ben bezig met mijn eigen sportschool. Ik heb een paar goede jongens, die Moerat Aygun, is nou een wereldkampioen gewoon weer. Ja. Dus je hebt nog een hele wereld al gevochten. Mijn eigen jongens, ik heb mijn eigen proteïnlijn, ben ik mee begonnen. En ik heb mijn eigen bond in Japan ook, hè, met amateur kickboxen. Ik doe 5 galas heb ik in het jaar daar. Doe ik talenten scouten, maar allemaal met kinderen en dingetjes. Allemaal amateuristisch, met kap op, beschermers allemaal. Maar dat betekent dus dat jongeren zeg maar, van de straat die denken, dat wil ik. En die kunnen dan op een gala meedoen. En Er komen mensen, allerlei sportscholen uit Japan, op 5 plaatsen. En dan doen we finale op het einde van het jaar. En dan 2 jongens mogen in mijn sportschool komen trainen een week. Oké, dus daarmee scout je ook eigenlijk en haal je die jongens echt binnen. Ja, maar ik vind het ook leuk. Japan heeft mij gemaakt in principe. Ja. Ik vind het leuk om voor Japan iets terug te doen. En zit daar ook nog een soort van verdienmodel aan? Want als je die jongens scout en je haalt ze naar hier en je traint ze goed... Nou, het is niet veel. Ik krijg wel wat. Maar ik doe het echt voor de Japanners om dingen. Het is niet dat ik om bergen terug te met geven. Geld. Nee, ik vind het leuk om te doen ook. Het is mijn dingetje. Ja. Ja, al je kennis overdragen zou zonde zijn. Ja, dat vind ik leuk. Meestal, als die gala's zijn, doe ik ook seminars houden. Ja. Train ik die jongens, doe ik al die jongens lesgeven, weet je, heel die groep. Ja. En dan een dag later vechten ze en dan pik ik de beste eruit. Het was fantastisch dat er zo'n mooi groot gala voor jou georganiseerd is afgelopen. Waar ook ongelooflijk veel mensen. En dat wordt ook nog uitgezonden. Ja. Ik geloof dat het aanstaande vrijdag is. Vrijdag, ja. Op Spike TV. Is dat Spike een soort TV. Van het wordt een 3 uitzending. Ik weet niet of het nu vrijdag inkom. Ja. Maar een documentaire hebben ze over mij gemaakt. Ja, die heet The Dutch Lumberjack. Dat weet ik. Is dat jouw bijnaam of zo? Dat is mijn bijnaam, ja. En? Dus de Hollandse houthakker. Dus ze maken een filmpje over mij van tevoren laten zien. Over mijn familie en interviewtjes en zo. Ja. En dan zenden ze de wedstrijd uit. Prachtig mooi eerbetoon aan een heel groot sportman. Fijn dat je er wilde zijn. En veel succes met je sportschool.